van servicemedewerker tot crisisadviseur bij de VN. Sommige wetenschappers doen het net even anders. Zij kiezen hun eigen weg. In deze videoserie spreken we bijzondere wetenschappers over hun loopbaanpad. We vragen waar liep je tegenaan, hoe geef jij invulling aan je wetenschappelijke werk? En dat levert inspirerende verhalen op. Zoals van Kenny Meesters. Kenny, servicemedewerker, IT-projectleider, docent. Ik hoor allerlei verschillende functies. Ik hoor alleen geen rechte lijn naar full professor. Hoe zit dat? Nee, dat klopt. Ik hou van heel veel verschillende dingen doen. En dat is ook een manier om mezelf te ontdekken. Ja. Zoals Pippi Langkous zei, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan. Ja. En zo sta ik een beetje in. En dat vind ik eigenlijk wel het mooie aan werken op een universiteit. Er zijn heel veel dingen te ontdekken. Het zit eigenlijk in de natuur van een universiteit en de wetenschap. En ik vind het ook mooi dat je aan iets kan werken dat groter is dan jezelf. Er werken gewoon mensen op de universiteit. En of dat nou bij de professional services is, onderwijzend of onderzoekend personeel. Ze zijn allemaal bezig met passie. En dat vind ik heel motiverend. Bij mij is op dit moment heel erg mijn passie rondom informatiemanagement in crisissituaties. En op de universiteit betekent dat ik die kennis kan overdragen aan de nieuwe generatie, aan studenten. Ik kan die kennis verrijken door onderzoek te doen. En ik kan deze kennis ook inzetten op het moment dat er een crisis is en daaraan bijdragen. Voor mij is dat echt ruimte geven aan talent en vooral aan passie op een universiteit. Ja, en ik merk dat je daar heel blij van wordt. Ik word er heel, heel enthousiast van en ik ga ook altijd met veel plezier naar mijn werk. Ik hoor je net zeggen, je wil geen full professor worden, maar je bent wel bezig met je PhD. Dus hoe zit dat nou? Ja, dat klopt. Ik ben wel bezig met mijn PhD-traject, omdat dat een vereiste is. Tegenwoordig op de universiteiten. Je moet, als je verder wil gaan in onderzoek en onderwijs, moet je een PhD hebben gehaald. Het is een vinkje dat ze moeten zetten. Ironisch genoeg, juist in mijn werk bij de Verenigde Naties of de Europese Unie, vraagt niemand of ik een PhD heb. En ik ben niet tegen dat er een PhD is en dat mensen die uitdaging zoeken. Alleen bij mijzelf merk ik dat de traditionele manier van een PhD doen niet bij mij past. En ik ben vooral bang dat als we zo blijven vasthouden aan vinkjes, aan spreadsheets, aan certificaten, dat we dan juist een beetje die passie gaan kwijtraken. Terwijl voor mij de basis zou moeten zijn, waar word jij blij van? Waar zit je passie? En vervolgens gaan vragen, hoe kun je die passie tot uiting brengen? In onderwijs, in onderzoek, in valorisatie en impact. En voor sommigen hoort daar een PhD bij en voor anderen komt die op andere manieren tot uiting. Is die passie ook de reden dat jij in Nepal zat toen je eigenlijk je PhD moest afronden? Want dat noem ik eigenlijk PhD-ontwijkend gedrag. Ja, dat klopt wel. Het is een beetje mijn filosofie van don't ask for permission, ask for forgiveness. Hè? Eerst doen en dan vragen of het mag. Ik denk dat dat soms ook wel nodig is op de universiteit om een beetje juist die bureaucratie te doorbreken en te zorgen dat we onze passie kunnen volgen. Voor mij heeft dat gelukkig altijd goed uitgepakt. En ik hoop dat we dat in de toekomst met erkennen en waarderen juist ook voor meer mensen kunnen waarmaken. Misschien dat niet iedereen even courageous is als een van de kernwaarden in Tilburg. Maar hopelijk kunnen we dat wel mogelijk maken voor meer mensen. Dat je verschillende loopbaanpaden hebt die allemaal erkend worden op hun waarde. Ja, en die je vooral in staat stellen om je passie te volgen. En dat echt niet alleen voor het wetenschappelijk of onderwijzend personeel, maar juist ook voor de professional services, zodat we onszelf, elkaar en de maatschappij verder helpen ontwikkelen. Keuzes maken, passie volgen. Ja, ik denk dat dat niet voor iedereen zo makkelijk is. Wat voor tips zou je je collega's mee willen geven? Ja, ik heb zelf het geluk dat ik met mijn directleidinggevende en mijn supervisor de ruimte geeft en vooral ook begrijpt dat het belangrijk is om een maatschappelijk impact te maken. En ik hoop dat andere leidinggevenden dat ook kunnen doen voor hun medewerkers. Want wat ik heb gemerkt in mijn werk in crisismanagement, weet je, dan zie je mensen, hulpverleners, brandweermensen, ambulanciers. Het geeft wel wat perspectief aan je eigen werk. Ik wil niet zeggen dat wat wij doen op een universiteit niet belangrijk is, maar als wij een dag ons werk niet doen, vallen er geen doden. En wat ik dus ook wil meegeven aan mensen is, probeer ook vooral die vrijheid te nemen en daardoor nieuwe dingen te ontdekken. Bijvoorbeeld door een keer iets anders te gaan doen op de universiteit. Een keer voor de klas te staan, ook al zit je bij professional services. Of juist als onderzoekend personeel een dag meedraaien bij de IT-dienst. Juist door
uit onze comfortzone te gaan, die ruimte te nemen die erkennen en waarderen geeft, komen we tot nieuwe inzichten en kunnen we elkaar inspireren. Schitterend, dankjewel. Ik voel me geïnspireerd. Ik heb zo als presentatrice ben ik ook uit mijn comfortzone gestapt en heb ik gedacht, laat ik eens een keer wat anders doen. En nou, misschien is het nog wel gelukt ook. Dankjewel. Graag gedaan.